It's a lovely day and passengers have just boarded here at Ripe Pierhead. The train is almost at capacity already. Set off when you're ready. Nou, dat zullen we zo meteen doen. Complete round trip of the line to Shanklin and back to Wrightstock Capacity Station. Busy bla 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 met de tijden. Dus, let's go. Dit ding was, laten we zo zeggen, hij is zeer bezig. Dus ik vind het allemaal helemaal prima. Voor degenen die het willen weten, de Isle of Wight is een van de oudste DLC's die er is. Of een van de eerste, dus het is niet de beste. Maar op zich dan, hij doet het nog steeds. Rutger komt even binnengevallen met een resubscriptie voor 15 maandjes. Wel 20 zeg. 15 maandjes. Alweer 15 maanden sub op deze zeer stormachtige zondagavond. Op naar de volgende. Let's go. Dankjewel, Rutger. En, ja. Zo te zien, inderdaad, hij is unlocked. Eentje uit je booty. En Mark, goedenavond en welkom. Ladies and gentlemen, next station is Wright Esplanade. Ik vind het ook allemaal helemaal prachtig, dit ding. Laten we zo zeggen, de texturing is... laten we zo zeggen, er was geen aparte capview in deze tijd. Wees blij dat iedereen eentje had van deze. Nou, hier waait het niet zo. Houd me tutteren. Tutter ik weer terug. Passage boarding complete. Iemand weggewaaid. Nou, ik hoorde de hele dag alleen maar over wit, maar ik vind de track ook heel erg leuk van dit. Zo'n 3D track. Buiten kwam. Ik ben niet buiten geweest en ik ga ook pas morgen of zo, of eigenlijk dinsdag. Ja, morgen even naar buiten, morgen weer even boodschapjes doen. Dinsdag de big day. Maar dan zien we dinsdag. Mag je trouwens grond zien zweven of palen zien zweven zoals die of wat dan ook. Het was allemaal goed, maar dat heeft met de update van 2014 is de grond ergens iets mee gebeurd. Maar goed, voor de rest, test of time heeft deze route goed weerstaan. Nee, het oosten ook niet. Het zou in het oosten zo nog moeten komen, blijkbaar. Maar goed. Nou, kruip. Ga weg! Huppa, dat is beter.
Ik heb even een beurtje zien gedaan. Emma. Ladies and gentlemen, next station, right St. John's Road. Exit is on the left. De Pemmaquip. Oei, oei, oei. Is dit niet een wagentje voor Jeppa of voor Marco over de route te rijden? Warning succeeded. You do not need to stop at Smallwood Junction until the return journey. Oké. Okay. Weg mogen ochtend naar huis. Nice. Scheelt u. Op naar Breding. Pas ik niet in. Nou, ik pas ook niet in deze trein volgens mij. Gewoon even proppen. Ja, de knietjes even optrekken. Simpelere tijd was dit in Tracems, hè? Dat is beter. Dat is beter.
gaat ook lekker met uurtjes. Dank je, Mark. Next station is breeding. La la la. Moet het geluid nog een beetje aanpassen naar gisteren. Gisteren even wat trisim of in ieder geval OBS aanpassen. Dus vandaar dat het een beetje heen en weer gaat met het geluid op dit moment. Dan even terug. Oké. Wisselboord gehad. Dat is dit ding trouwens. Wat een prachtige dag is het vandaag. Zet dan maar hier neer. Toen maakte wel niet eens zorgen om mensen op het platform of zo. Nee hoor. Gewoon een platform neerleggen is prima zat. De mensen die staan hier wel. Hallo. Dankjewel voor de bits, David. Zie mooi een oude route is dit, zeg. Ja, dat zeker. Het is nou route. Het is serieus eigenlijk de oudste route, zover ik heb gehoord. Is All Your White is de oudste route. Hij is hier rebuild. Dus hij is volgens Trainsim niet de eerste, maar het is wel de eerste die ontwikkeld was. Blijkbaar. Beetje meer als een demo route eigenlijk. Dus, op zich wel mooi. More passengers get on. Several campsites have sprung up around here due to good weather. Okay. Ik dacht dat ze nog steeds reden met deze dingetjes.
klein beetje de 45 maintainen. Op zich is dat wel leuke informatie. Zijn met deze trein, de 483's, die rijden nog steeds. Dit jaar worden ze vervangen voor de 484. En de 484 is een conversie van de D-70 nog wat stop. De 484 is een rebuild van de D-stop van de London Underground. Ladies and gentlemen, next station is Sandown. Limit. En dan zijn we in Sandown. Niet veel hier. Kijk, we hebben de Moonwalker. Oh, we hadden de Moonwalker. Ik zeg Moonwalker en gelijk houdt hij op met wandelen. Roelof, goedenavond en welkom en dankjewel voor de Love Snooze. Dankjewel voor de resubscriptie voor 2 maandjes, alweer voor 9 maandjes. En dat betekent dat Roelof een Twitch baby heeft gekregen vandaag. En een lint. Voor een tijdje. Voor 3 maandjes. geweldig. Maar dankjewel voor alle support, Roelof. Laten wij even gaan reflecteren op dit bericht. Instruction complete. Succes. Laten we even gaan reflecteren. Laten we even gaan nadenken, 2 minuutjes. Dat was lang genoeg. We gaan door. Je stem kraakt ik? Of? Oh, kruip. Succes voor de minpunt. Sorry, nu slog ik tegen mijn microfoon, dat was niet de bedoeling. Succes, 2 minuten stilte. Ja, 2 minuten stilte. Ik zie mensen met een gigantisch lang verhaal altijd typen in die berichten. En succes. That's it. Oh, geweldig.
NS Brinks, goedenavond en welkom. Dit is zeker, ja, kan best zijn. Nou, dit was niet DTG, dit was toen... RSDL heeft dit gemaakt, RailSim Development. Maar nog steeds RailSim.com. In essence nog DTG, ja. Hij is zo langzaam, dit ding. Next station is Lake. Ladies and gentlemen, our next station is Lake. We're dropping the anchors. Phil, ruthless. What is the... Wat is er? Is dat een mod? Is dat een mod, Phil? Mark? Ja, je had gisteren verteld, Rolf. Het is zeg maar gewoon een afwisseling gewoon van alles wat je standaard doet. Zelfs als wij bijvoorbeeld Flight Sim zouden doen. Ik ben hier gewoon op tijd. Ik ben gewoon niet leed. Wat voor hacks zijn dit? Maar ik vind het ook heel erg mooi, de track zo. Het is gewoon, is serieus gewoon 3D track gewoon in deze route. In ieder geval lijkt op 3D. Maar goed. Het was ook een simpele tijd met kleurtjes. Als je kijkt naar dit, een beetje grijzer. Oeh, kijk, mooi groen. Mooi blauw. Fake news, mensen. Geloof het niet. Jas heeft voor de tijden aangepast voor de stream. Ah, zucht. Passenger boarding complete. Let's go. Next station, Shanklin. This will be the terminus of this train. Deze spoorlijn veel verder dan Shanklin. Hij ging volgens mij, hier ging hij nog langs. Deze die was ook een stuk langer en dan was nog een verbinding hier of zo. En, allemaal opgeheven vroeger. Hier staat gedaan, ze kijken er weg. Oh, nice, goed om te horen. Ladies and gentlemen, we are approaching Shanklin. Once again, this is the final station of the train. Please take all the belongings with you. Thank you.
Hi Rob, dankjewel voor de bitjes. Waarop mijn bot dat niet heeft gezegd, ik heb geen idee. Maar in ieder geval dankjewel. 1, 2, 3, 4, 5, 10 stuks. Nice. Kom op. Ja, je kunt het. Mooi. Zo. Ik heb geen idee waarom mijn bot dat niet doet. Maar goed. Ik zal eens even kijken. Dit doet hij wel. Anyway, dankjewel David. Nogmaals voor de bitjes. Most people get off here, probably heading down the hill to the beaches. Wait here a minute to change ends. Mooi. Dat zullen wij even doen. Oeps, de verkeerde kant op. Switch caps so that you put it towards right. More music lovers and tourists have boarded here. Set off when ready and try to stick to the timetable. Dat zullen wij doen. Ik weet niet, ik heb de notificaties, er staat aan, dus ik zal niet weten waarom die niet werkt, maar in ieder geval dankjewel. Laten we gaan, we hebben nog, we moeten over e-mail moeten we daar zijn, dus. Dat tuter ik ook, hè. Dan gaan wij weer terug naar Right Pierhead. Laten we het rustig aan doen, want we hebben genoeg tijd. Hey Stefan, goedenavond. Ladies and gentlemen, in a few moments we will be arriving at the lake. But we will stay for a few minutes before we continue our journey. Station meer. Oh.
kunt het ook doen in de connection stem. Station Meer. Ik herhaal. Station Meer. En hier blijven we staan voor 2 minuutjes. Welkom to Lich. Kijk, de slughut van Jeppa is ook aanwezig. C4, R4, oké. Maar je zou toch eens kijken naar de bietjes. En de bietjes zelfs. Daar met hekjes, maar goed. Dat is aardig leuk. Nou, als je kijkt, is het nog wel aardig wat gemodelleerd, hoor. Veel verder dan we tegenwoordig zouden doen. Veel verder dan bepaalde routes, dat zeker. Maar zoals je ziet, de FPS is nog prima. Alleen deze brug, ja, kruip hem maar onderdoor. Want dan krijg je koppijn. Ja, maar ondanks dat is het, laten we zo zeggen, goede FPS. Maar goed, vanuit 2D-spul. Boarding complete. Let's go. Sandown is our next station. Dan gaan we nog naar Breding. Dan wel Smallbrook Junction. Rijdt Sint Jans Rood. Rijdt Esplanade. En rijdt Pierhead om 4:40. Limit coming up. Ik heb geen idee wat je zou moeten zien, Samson. Ja, treintjes. Thank you.
Ben ik weer stom, zou einde van de avond nacht op zijn heftigste zijn. Ja, oké, okay. Ik denk dat ik dan sla. La 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 la. Ja, hier in het oosten, dat valt best wel mee. Dus de hele dag alweer dubbele cijfers qua temperatuur. Echt, dat is gewoon nuts, gewoon voor deze tijd van het jaar. Ze hebben gewoon een weg genaamd Station Approach. Jeroen, goedenavond en welkom. De doors closed, ready for departure. Ik zou zeggen, dit is weer zo'n spiritual text. Reflect. En de reflectie, we gaan door. Breding. Dat je te veel met het Lath 37 hebt gereden afgelopen jaar. geweldig. Ik hoor wind. En power. Stefan, you broke it, didn't you? In dit geval. Stefan, dat wordt een stevig functioneringsgesprek. Koppelt hem gewoon aan, Stefan. Tloink. Oh, Todd, ik ben jou nog niet vergeten hoor. De kantoortje is klaar. Is dinsdag weer online? Slow down to the 20.
Een rustig station, zo. Gezondheid. Oude signalbox zo te zien. Maar kijk, het idee dat ook aan deze kant hier een spoor heeft gelegen. Deze kant is weggehaald. Nog wel aardig druk hier. Ja, we gaan zo meteen tuteren. More people get on here. Stop at small brick junction next for those wishing to ride the steam line. Nou, Tom, ik zet je bij het volgende halte af. Dan kun jij vervolgens de stoomtrein pakken. En dan kom je de stoomtrein heen en weer. Rijdt hij überhaupt vandaag of niet? Oeh, hij rijdt ook nog. Ook al hebben we hem wel gemist, maar misschien komt hij nog wel terug. Dat heb ik al gedaan met de bulldozer, weet nog van niks. Oh jee. Ton, was dat wel een goed idee om dat te zeggen? Tutos, tutos. Betraft het zon. Nou, kijk eens even van een paar woordjes daarboven. Dankjewel, David. Is dat functioneel gesprek in de openlucht, denk ik. Cleo, goedenavond en welkom. Nou, de stoomtrein is er wel vandoor. Laten we eens even kijken of we hem nog kunnen zien. Ja, hij is hier nog. Dus mochten mensen de stoomtrein nog willen halen, je kunt de Invincible kun je mee rijden. Back to real trains.
Ladies and gentlemen, our next station will be Smallbrook Junction. At Smallbrook Junction you can change for the steam railway. We gaan testen of die echt invincible is. Pak de stijver aan de ogen. Afremmen richting de 30. Maar ik zou kunnen een scenario maken met de Invincible op jouw route. Niet toegelaten. Al je op White Steam Railway. Kijk, je kunt de pixels gewoon zien. Smallbrook. Dat is een klein huisje. Several tourists get off and cross to the steam platform. Nou, dat is mooi. Treinen die niet sneller kunnen omhoog rijden dan 160 km per uur zijn niet toegelaten. Sad, sad situation. Next station, rijdt Sint Jans rond. Rip en scherm op Deltaland. Rip alles op Deltaland. Behalve de tracks. Minuut wanneer de Grand Tour weer verder gaat. Waarschijnlijk ergens in maart, maar dan krijg je je tweede aflevering van dit jaar. En dan is de season concluded. Moet je wachten op de volgende. Ze hebben serieus maar twee afleveringen gemaakt, hè? Twee specials. Ze doen alleen maar specials, maar niet hoeveel. Blijkbaar is May is in Japan geweest, dus je kunt als je May wil zien, dan kun je tenminste Japanse aflevering kijken. Hammett heeft ook wat gedaan en volgens mij is Jeremy die is met vakantie geweest. Ladies and gentlemen, this station is right St. John's Road. You can leave the exit, the train on the left side. Ja, op zich, als je vergelijkt, bijna niemand keek ze meer voor hun autonieuws en hun rondje rond de dronebaan en wat dan ook. Keek niemand meer naar. Iedereen keek die specials altijd. Maar dan vervolgens inderdaad twee specials. Maar eigenlijk was elke aflevering met hun eigenlijk op een of andere manier een beetje special. Maar ja, dat is... Maar goed, we zijn er. Wijd nog een stukje verder. Gisteren een depotaflevering voor de tweede keer gekeken. Ja, maar dat is het gewoon zo. Want het is gewoon geweldig om dat soort dingetjes te doen. Maar ik krijg het idee dat ze een beetje gebund oud zijn daarop. Boarding complete.
Let's go right Esplanade. Speed limit of 20. De tunnel in. De rijtunnel. Jazeker, dat vind ik. Deze route is nog steeds op Steam verkrijgbaar hoor. Ik zou zeggen, hij is het nog steeds. Kost 13 euro. Ik zal gewoon wachten tot de sale. Die is meestal is die wel 60% of zo. Dus, Ladies and gentlemen, our next station will be right Esplanade. En dan kunnen wij zo meteen gaan rijden richting de Pierhead. Nou Stefan, ik denk dat het eerder een kwestie is van dat het geluid gerecycled is van... van die. Want dat is één ding wat Rivikins wil doen, is gewoon een beetje oude geluiden gebruiken. Lots of festivals goers get off here. Have enjoyed the break from the music. They can catch the best service back to the site from here. Okay. Let's go. Time to go over the water. Zou wat zijn als koperlopen diefstal mouw hier bezig is geweest? Iemand in de buurt is pannenkoek aan pakken. Nee, maar heel simpel, Steven. De Kotterbaan, de eerste keer dat die uitkwam, was de toeter gewoon letterlijk de BR-101. Dat was gewoon, de sound was verkeerd gemapt of zo. U staat hier met de auto stil. Mag dat? Volgens mij is dit wel heel erg dichtbij.
Ladies and gentlemen, right ahead, our journey ends here. Please leave the train. Thank you for traveling with the Island Line. Ik hoor de wind weer. Nou, het is de hele tijd, we gaan en komen. Elke keer is de wind er dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. The remaining passengers depart for the ferry services.